moeten buitenlanders tol gaan betalen op de Duitse autobahn. Ik heb hem aangegeven dat wij er natuurlijk nog niet blij mee zijn. Als Duitse autobahn vanaf volgend jaar niet meer gratis is. Wij zijn van mening dat de Duitse plannen niet durch die beugel kunnen. En draai de rollen maar eens om. Speciaal voor de buitenlandse gebruikers voeren we een paar extra belastingen in. De parkeerbelasting, de boulevardfee en de vis- en snacktax. Met behulp van onze boulevardagent, de parkeerinspecteur en de belastingbeambte peilen we de mening op straat. Op de parkplaats checken we, geholpen door onze Duitse acteervrienden, het rechtvaardigheidsgevoel van de Nederlandse automobilist. Hallo, ze moeten een parkplaats steuer extra betalen. Extra, wofür? Ja, dat is 10 euro voor alle Ausländer moeten meer betalen hier. Ausländer moeten meer betalen? Ja. Waarom zal ik geen meer betalen als Holländer? Ja, dat zijn de regels. Ja, dat is discriminering is dat. Gelukkig houden onze Duitse vrienden ook van een haring en spreken ze de Nederlandse burger aan op het gelijkheidsbeginsel. Dag, zie wat vraag. Vraag. Kunnen ze voor ons een paar heringen kopen? He, fysiek kosten die 2,30. Ja. Want wie zal dat 12,30 betalen? En we kijken of de buitenlandse toerist de regels van onze boulevardagent slikt. Goedemiddag. Deutsch. Deutsch. Hij is in Deutsch. Het is 10 euro om van daar tot hier te wandelen. Dat is een tax. Dus dan moet je daarheen lopen, dat is 500 meter. Keer 5. Dat is 48 euro. I'm sorry, it's a law. Ach zo. Ja, deze meneer die wil hier parkeren, maar die moet, omdat het een Duitser is, moet hij 10 euro extra betalen. En hij weigert te betalen. Dat is een nieuwe wet, daar mag ik zich gebruik van maken. Nou, ik vind het raar. Voor Duitsers geld op de vis die ze kopen, moeten ze 10 euro extra belasting betalen. Dat staat nergens. Ik dacht, dat kan hij toch niet voor een visje te kopen? Ik vind het polder om de euro, is toch voor iedereen? U vindt dat een goed plan? Ja, tuurlijk. Ik kan me voorstellen dat jij daar niet mee is. Belasting. Dat wist u niet? Nee. Und auch voor dat grote shirt. Dan is de bon is voor jou. Onsympathieke maatregel. Ik vind het een zotte. Nou, dat vinden wij ook. Als je die kant op kijkt, ja. Zitten daar onze ene verborgen camera en daarboven onze andere. Zie je wel. De Duitse regering die wil alle buitenlanders extra laten betalen om van hun wegennet gebruik te laten maken. Daar staan we bij ESA enorm op tegen. Goed, joh. Teken de petitie tegen de Duitse tolplannen. Ga naar anwb.nl/tolduitsland.